Man klimt op boog van de Waalbrug. Verkeer in centrum Nijmegen loopt vast tijdens de ochtendspits. Grote verkeerschaos in Nijmegen. Vanochtend rond 5:30 kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen over een persoon die op de boog van de Waalbrug zou zijn geklommen. De brug werd daarop direct afgesloten. Het gevolg was een grote verkeersopstopping in het centrum van Nijmegen en een grote vertraging voor wie via de Stadsbrug de Oversteek de situatie wilde omzeilen. Er was veel politie aanwezig op de Waalbrug, waaronder een team van de dienst speciale interventies. Deze eenheid wordt ingezet als arrestatieteam en voor het beëindigen van gijzelingen. Waarom de persoon op de brug was geklommen is nog niet bekend. Leden van een DSI zijn uiteindelijk omhoog geklommen. Ze probeerden de persoon naar beneden te praten, maar dat wilde die persoon niet uit eigen bewegingen doen. Ondertussen hebben de hulpdiensten uit voorzorg een valkussen op de brug geplaatst. Uiteindelijk is de persoon rond 9:45 door de hulpdiensten naar beneden gehaald. Om 10:30 werd de Waalbrug weer vrijgegeven voor het verkeer. De politie heeft laten weten ervan uit te gaan dat de vrouw in kwestie een poging tot zelfmoord deed. Heb je vragen over dit onderwerp of wil je praten over zelfdoding? Bel dan anoniem met 113 zelfmoordpreventie. De uitbaters van Cafetaria De Hezelpoort in Nijmegen, dat al ruim een jaar is gesloten op last van de burgemeester, laten weten de handdoek in de ring te gooien. Na opnieuw een afwijzing van een vergunningsaanvraag zien zij het somber in, zeker gezien de onkosten al die tijd gewoon blijven doorlopen. We hebben nu 7 aanvragen gedaan, geprobeerd constant mailtjes te versturen, belletjes te doen, gewoon die communicatie op te leggen. Maar het lukt gewoon niet, ze luisteren niet, ze werken gewoon niet mee ofzo, ik weet ook niet waarom. Lang hebben ze gestreden voor een heropening van de zaak, mede omdat zij de sluiting zeer onterecht achten. Maar momenteel wordt een verdere strijd niet haalbaar meer geacht. Naast de oplopende kosten vergt het ook veel van hen als persoon. Iedereen lijdt eraan, mentaal gezien, ja, zelfs fysiek gezien. Mijn moeder heeft nu suikerziekte, lijdt aan extreme stress. Mijn vader, identito, zit nu ook met zelfmoordneigingen. En ikzelf, ja, wat kan ik nog doen? Ik zeg dan wel, het komt allemaal goed. Van binnen ga ik kapot. Op verzoek van RN7 laat gemeente Nijmegen in een reactie weten dat ze het besluit om te stoppen spijtig vinden. Maar desondanks, iedereen in Nijmegen moet voldoen aan dezelfde regels. De wens van de gemeente voor deze locatie is altijd veilige horeca en rust voor de omgeving daarvan geweest. Hieruit kan worden opgemaakt dat de gemeente niet van mening was dat de huidige ondernemers deze wens in acht konden nemen. Naast de recente afwijzing van de vergunningsaanvraag is er geen recent contact geweest tussen de gemeente en de ondernemers. De gemeente laat weten na te denken over een nieuw toekomstig ontwerp voor het Joris Ivensplein. En dat kan op termijn ook gevolgen hebben voor deze horecalocatie, hoewel het pand geen eigendom is van de gemeente. De Raad van State vindt dat de plannen voor nachtelijk treinonderhoud nabij station Nijmegen door mogen gaan. Omwonenden van het spooremplacement probeerden de plannen via de hoogste bestuursrechter tegen te houden, maar tevergeefs. Het nachtelijk treinonderhoud hoort bij de nieuwbouwplannen van station Nijmegen en de toename van het aantal treinen van en naar Nijmegen. De aanleg van railterminal Gelderland bij Reet gaat miljoenen euro's duurder uitvallen. De provincie Gelderland heeft een belangrijke kostenpost niet meegerekend. Dat zegt milieukundige Cor Koenradi in een kritisch rapport. Meest in het oog springend is zijn conclusie dat de provincie is vergeten een bluswatervoorziening mee te nemen in het plan. De goederentreinen die in Reet stoppen kunnen brandbare gassen vervoeren. En om risico's uit te sluiten is het van belang dat uitgebreide voorzieningen worden getroffen om een brand snel te kunnen blussen. Door deze conclusies kan er zomaar een streep gaan door de bouw van de goederenhalte langs de Betuwe-route, denken BOB en PvdA in de gemeente over Betuwe. Deze twee partijen zijn tegenstander van de railterminal, die ze als een onnodig project zien dat veel schade voor de omgeving oplevert. De hittegolven van de afgelopen jaren kwamen goed uit voor de buitenzwembaden in de regio, maar deze kwakkelzomer zorgde niet voor het beste zwemseizoen. Dat zegt de directeur van de Nijmeegse Sportfondsenbaden. Dat deze week een plotselinge tropische wending heeft gekregen, is voor het openluchtbad De Goffert een kleine redding.
Nou, dat wisselvallige weer van afgelopen zomer heeft zeer veel effect op het bezoekersaantallen van de openluchtzwembad. Als je kijkt naar de Goffert, en we gaan altijd uit van een gemiddelde van zo'n 65.000 bezoeken per jaar. En een topjaar waren het er 83. En dit jaar zitten we tot nu toe op de 52. Nou, er gaan deze week nog 5.000-6.000 bijkomen, dan zitten we op de 58. Dan hebben we nog niet zo'n geweldige zomer gehad. De zwembadbezoeken van dit jaar kunnen veel bezoekers maar op één hand tellen. Dat ze deze week nog wat baantjes meepakken, is te merken. Want voor een doordeweekse dag is het er aardig druk. Daar ben ik wel blij mee natuurlijk. Dat we nog net voor de finish een flinke sprint kunnen maken. Maar goed, dat maakt het hele jaar totaal niet zo geweldig. Normaal zeg je bij 65, nou dat is goed. Bij 70 zeg je, nou dan hebben we slagroom op de taart. En nu hebben we net de taart gevuld, denk ik. Het tropische weer is welkom, maar een aantal weken te laat. Recreatiezwemmen heeft inmiddels al plaatsgemaakt voor andere activiteiten. Dan is het 's ochtends banen zwemmen en vanaf 1 uur alleen nog maar honden zwemmen. Dus ook dan kunnen de mensen niet de hele dag zwemmen. Maar zaterdag wel en ik denk dat dat nog wel een topdag gaat worden. Maar voor de rest zijn dit natuurlijk hele goede dagen, maar niet de topdagen omdat de scholen weer begonnen zijn. Ja. Ik denk dat er nu zo'n 3.000-4.000 bezoekers bij gaan komen. Dus daar hopen we dan maar op. Het water wordt ook nog op temperatuur gehouden en zeker de zon zal de komende week zorgen dat het water nog veel aangenamer wordt. Mocht je dus nog een duik willen nemen, dan ben je aankomend weekend meer dan welkom. Dan de social media berichten. Gemeente Beuningen brengt op Instagram de ondernemer van het jaarverkiezing nog even onder de aandacht. Er kunnen namelijk nog 2 weken lang ondernemers worden voorgedragen voor deze verkiezing, tot en met 18 september. De winnaars van dit jaar worden bekendgemaakt op 30 november bij Slot Donnendaal. Gemeente Overbetuwe en GroenLinks Overbetuwe laten via Facebook weten dat inwoners van de gemeente met groene vingers een stukje openbaar groen kunnen adopteren. Het is dan de bedoeling dat je dit stukje natuur mooi onderhoudt. Hiervoor kunnen op 7 oktober zelfs gratis plantjes worden opgehaald bij de Milieustraat in Elst. Aanmelden kan tot en met 24 september via de website van de gemeente. En dan nog het weer. Hoe mooier het weer is, hoe saaier het is om erover te praten. Daarom heb ik ook vandaag vrij weinig erover te melden. Net als vandaag wordt het morgen weer zo'n 30 à 31 graden in de regio. De wind is zwak met kracht 3 vanuit het zuidoosten en er is geen wolkje aan de lucht. Ook vrijdag wordt het 31 graden en zelfs de zaterdag kan nog tropisch verlopen, hoewel er dan wel iets meer bewolking zal zijn. De dagen erna wordt het langzaamaan iets minder warm. Tot zover het RN7 regio nieuws van woensdag 6 september. Het laatste nieuws uit de regio vind je op onze website rn7.nl en in onze gratis RN7-app. Morgen zijn we weer terug. Graag tot dan!